Goedemiddag. We staan dus hier in Buenos Aires, Argentinië. We zijn dus aan onze eerste stap van onze Antarctica-reis begonnen. We zijn deze morgen netjes op tijd geland in de luchthaven om 9 uur 's morgens. De luchthavenformaliteiten gingen vlot, maar duurden toch ruim een uur. En dus dan nog 40 minuten naar het hotel om daar onze koffers af te geven. Dus het was bijna middag als we in het hotel waren dat hier achter ons bevindt. Maar de kamers waren nog niet beschikbaar, dus zijn we dus eerst wat gaan lunchen in de stad. En daarna hebben we dus nog een stadswandeling gedaan met bezoek van de El Catrave-brug. Die hele speciale architect met die bruggen. We hebben het Roze Paleis van de president gezien, dus dat is zijn dienstwoning. We hebben de kathedraal bezocht langs binnen. En dan hebben we ook nog het monumentje bezocht van waar dat de boze moeders elke week protesteren. Dat was op donderdag, dus dat hebben we dus net gemist. En vanavond gaan we dus nog eten in een restaurant. Was een keer proeven van de lekkere Argentijnse biefstukken.